heeft u klachten? Ja, mijn gootsteentje lekt. U nog geen last van dat je gootsteentje lekt? Nee, is bij mij nog niet voorgekomen, nee. Hou je zeker je duim erop. ...234 dagen nu geleden won Rutte de verkiezingen en Kaag die werd tweede. De blijdschap werd vrij rap al bijzaak door Kajsa. Door wat zij daar op de lijst had kwam onwijs rap veel hijsa. En Rutte die begon te sputteren en allemaal grote leugens voor te schotelen. Maar snel werd duidelijk dat Rutte uiterlijk gewoon gelogen had over de notulen. Sigrid en Wopke die sloegen op de trommen en Zeger zijn nooit meer met Mark Godverhoeder. Dus werd Cenk Willink opgegraven door de Kamer. Maar die kreeg er geen swing in, dus die man kwam met de hamer. Maar het lukt hem nu niet en het is al juni. Daar wil absoluut niet met de ChristenUnie. Jesse Lilianen door de rechtse mannen voor de kar gespannen en dan toch verbannen. Hamer weg, Remkes kwam Rutte weer superblij. Wopke is weer zijn beste vriend en dat is een superdraai. Ook Sigrid Kaag doet dan iets heel integers. Die zegt, ik wil graag toch regeren met Zegers. Zoveel nachtjes slapen en dus geen stap verder. Die dezelfde makkers schapen en dezelfde blije herder. We snappen toch niet echt goed dat het zo lang duurt. Dit kan als je je best doet, ook in 1 minuut. Ha 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 ha